resultaat, kan je er een beetje blij mee zijn? Nou, gezien de eerste helft zeker natuurlijk. Dan hadden we ook 3-0 achter kunnen staan. Voor jou in het bijzonder waarschijnlijk heel fijn om hier goed te spelen, of niet? Ja, zeker. Kijk, ik wil elke wedstrijd goed spelen, maar in Arnhem is natuurlijk extra lekker. Je houdt je ploeg op de benen, hè, in de eerste helft. Ja, ik kon me gelukkig belangrijk zijn met een belangrijke redding. Ja. Alleen is het extra zuur dat die rebound er toch nog in gaat uit de vrije trap. Je zegt altijd, ja, daar sta je voor natuurlijk, voor die ballen. Dat is ook zo. Ja. Maar dit zijn wel cruciale reddingen ook, toch? Achteraf wel. Goed, krijg je er nog één of twee tegen of je scoort niet, dan verlies je hem uiteindelijk. Dus je pakt een punt? Ja, gelukkig heb ik vandaag een punt mogen pakken. Maar goed, een half puntje Colben heeft de andere gepakt. De eerste helft, wat ging daar niet goed? Ja, een bepaalde gelatenheid, gretigheid, wat er niet was. Een schoolvoorbeeld is voor mij gewoon al de goal die je tegenkrijgt. Jasper die bal, een zwabbelbal houdt, ja, dan weet je dat hij die heel moeilijk vast kan klemmen. Nou, hij speelt hem nog goed naar de zijkant. En er staan er gewoon drie mensen die staan te kijken wie hem weg gaat werken. Nou, die gretigheid, als je met ten koste van alles een goal wilt voorkomen, dan liggen er gewoon drie mensen voor die bal. En hij kan hem rustig voortrekken en dan gaat hij erin. En dan laat je je team in de steek, je laat je vooral je doelman in de steek. Dus dat heb ik ook aangegeven. En met name het druk zetten. We gingen druk zetten terwijl we nog helemaal niet klaar stonden. Ja, dan komen zij er doorheen. En dan kreeg je dus ook steeds aan de buitenkant 1-1 acties. En dan weet je dat zij de kwaliteit hebben om spelers uit te spelen. Met welk gevoel sta je hier? Ja, dubbel. Toch wel een lekker gevoel. Dat we toch een goede uitslag hebben neergezet. Ook hadden we liever gewonnen. Zeker aantal kansen. Maar de eerste helft is ongeluk omgedraaid. Maar ja, aan de andere kant balen. Want ik heb een gele kaart gepakt. Dus kut. Ik zag meteen het shirt over je gezicht en je wist het meteen al, toen je de sliding inzette misschien al? Ja, toen ik door had dat ik de bal niet had geraakt eigenlijk, ging het wel door me heen dat ik een gele kaart zou krijgen. En het was gewoon geen slimme actie en dat verwijt ik mezelf zeker, ja. Dan moet je volgende week toekijken samen met Ricardo en wat geblesseerden. Dat zal pijnlijk zijn, of niet? Dat zal pijnlijk zijn, maar ik heb wel vertrouwen in mijn teamgenoten dat die het oplost. Als wij winnen, dan blijf je op 6 met nog 2 wedstrijden. En ja, goed, ik weet wel dat ons doelsaldo in ieder geval beter is. Plus 10. Ja, goed. Ik ga ervan uit dat we er geen 10 tegen krijgen meer. Dus. Heb jij aardig in de hand? Tot nu toe gaat het wel redelijk, ja. Het kan volgende week gebeuren. Het is Ajax-ADO, PSV Feyenoord. Alleen die wedstrijden zitten wel 4 uur uit elkaar. Dat betekent dat je, als je wint van ADO, 4 uur moet wachten op een schaal. Wat vind je ervan? Ja, het is wachten wel waard. Tenminste, we gaan gewoon onze wedstrijd spelen en dan zien we daarna wat er gebeurt en wat de planning is. Dat weten we nu ook nog niet. Dus ik hoop in ieder geval wel dat we de schaal in ontvangst kunnen nemen of het nou na een bepaalde tijd is of niet. Er gaan een heleboel mensen van de organisatie zich druk maken daarom waarschijnlijk. Omdat het een ingewikkeld iets is nogal om misschien wel supporters ergens te houden. Nou, al dat soort dingen. Daar maak jij je niet druk om deze week? Nee, maar ik kan me voorstellen dat ze het gewoon allebei om 2:30 doen. Dat zou het mooiste zijn. Om ze een tip te geven.